zeer goede dag allemaal. Welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus. Vandaag is het een grote dag aangebroken voor vele mensen. 'S avonds, dat is dat het kerstavond is. Dus ik hoop dat jullie veel kerstpakjes en al hebben mogen openmaken gisteravond. Dus wanneer dat eigenlijk deze vlog wordt, en dan kan er eens horen. Maar nu is het nog morgen. Het is nu nog maar 2:10. Goedemorgen. Een paar tijken al Rummikub gespeeld. Ontbeten. Nu ga ik opnieuw eens een paar tijken Rummikub spelen. Maar dan tegen mijn schatje. Dus eerst was het tegen mijn maatje. Mijn maatje is nu al volledig gezeten. Volledig al terug naar huis toe. Dus die is richting Zandhoven. Omwille van dat daar ook een familiefeest doorgaat. Dus kerstfeest. Ja, dat gaat nu over het ganse land weer al doorgaan. En al dus. En nu ga ik een partijke Rummikub spelen. Schatje, alsjeblieft hier uw gsm. Dank u. Ik ben nog niet goed wakker. Oei, ze is nog niet goed wakker, mensen. Ze is nog niet goed wakker. Ja, nee. Jij weet hoe laat ik wakker was. Ja, om 10 uur, hè? Nee. Ja, iets voor 10. 10 voor 10. 38 was het, maar ik heb toen een zeer uit mijn gevoel. Ah, oké. Oh, dat mag niet zijn, of niet? Ja, waarom zou je dat niet mogen zeggen? Ben je gerookt? Ik rook toch ook, hè, mensen? Jullie weten dat. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu tellen tot 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Wacht, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Het staat al op 11. 12. 13, 14. Alsjeblieft. En dan geef ik de straks gewoon zo door aan mijn schatje. Die gaat er dan opnieuw weer op 14 terug. En dan hopelijk kunnen we het dan al beginnen. Kijk, jullie zelfs ook al mijn punten laten zien wat ik heb geraapt. En vanaf 30, ja, vanaf 30 mogen we eigenlijk afleggen. En dan, dus je moet 1 keer 30 halen. En kan ik dat al? Wacht, hè. Nee. Ik ga het jullie eens laten zien wat ik heb. Dus je ziet hier. 3 plus 3 is 6. Maar ik heb hier dan nog een 3 nodig voor... 2. Een 9. 8. 8 maal 4 is 12. En dan 14. Voilà, ik kan beginnen. Ik zal het zo zeggen. 9 plus 10 is 19. Plus 11 is 30. Dus met deze combinatie kan ik beginnen. Wilt jij beginnen, schat? Dat weet ik nog niet, liever schat. Oké, zij weet het nog niet. Als ik het wist, dan had ik het u al gezegd. Oké. Ik ga ook nog mijn gsm even uit de slaapkamer halen, want soms kan het hier wel eens even heel lang duren. Tot straks allemaal. Zo, de tweede pitstop is ook al gedaan. Tweede pitstop, eerste pitstop. Dat is dus Bea naar haar mama gevraagd, want die heeft vandaag daar kerstfeestje. En dan ben ik nu terug richting mijn appartementje aan het rijden. Daar nog even een rustmomentje nemen. En dan iets voor 7 uur, samen tussen voor 19 uur, weer al vertrekken. Weer al weg met de wagen. Naar mijn mama en papa toe. Dan is het daar voor mij een kerstfeestje. En daar mijn cadeautjes. En ja, ik weet sowieso al wat ik ga krijgen. Dat is een dronebatterij. Dus binnenkort kunnen jullie dus dan weer al in mijn vlogs, dus als ik ga wandelen of zo, mooie natuurbeelden van de drone terugvinden op mijn kanaal. Kunnen jullie ook weer al zien hoe ik vlieg en al met mijn drone. Dus daar kijk ik wel een klein beetje naar uit. En vraag je, wie heeft die fucking kut weer besteld op kerstavond en al? Regen, 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 nat, nat, nat,
natter. En het is nog fucking al nog eens 10 graden. 10 graden, mensen. Dat is veel. Dat is zeer, zeer, zeer veel. En iedereen gaat hier nog altijd zo in bij een baantje. En de baan van rechtdoor is volledig vrijgegeven. Ja, mensen. En ik ga je één ding zeggen, en deze is al ziek. Ziek gegeten. Gisteren 5 sandwiches gegeten. Luister nu goed wat ik allemaal heb gegeten. Hè. Dus gisteren is morgen begonnen met 5 sandwiches te eten met choco. En dan nog wat beleg bij. Dus dat is bewust. Dan. 20 van die mini frikandelletjes. 20 stuks. Dan doen we een volle vol met aardappelcroquetjes. En dan doen we daar nog een koekje bij. Dat is zo'n VD-koek. Een volle vol-koek. Koninginnenhapje-koekje. Dan daarna nog een lekkere dessert gegeten. En dat was gewoon allemaal te veel. Te veel voor mij. Voor mijn maagje. Ik zie daar dus een dag later dus ervan af. Ik ben al heel veel keren al naar de wc mogen gaan hoor mensen. Heel veel keren. En dan morgen wordt een mooie challenge dag. Voor mij toch. Dus wanneer dat deze vlog online komt, is mijn challenge dag ingegaan. Wat bedoel ik daarbij? dat ik ook nog de Q&A moet opnemen. En dat is opnieuw in een familiefeestje. Opnieuw voor kerstmis. Dus ik moet er ergens tussenin gaan knokken. Om, zeg het. Om dan nog de Q&A kunnen op te nemen. Maar ik heb het een voorgevoel. Jawel, Dimitri, dat gaat u lukken. Dat gaat u zeker, zeker, zeker lukken. Ik ga het presenteren dan met mijn kerstmutsje op. Niet volledig in kerststijl of zo. Maar misschien dat ik mijn decoratie nog wel wat ga aanpassen. Ik heb er wat ideetjes binnengekregen. Ja, binnengekregen hier in mijn hoofdje. Even een rotonde nemen. Wel les, hè. Oh my man, hier zijn ze traag. Tegen 10 per uur, man. Tegen 10 per uur. Voilà, mensen. Dus ja. Er staat nog redelijk wat eten op het programma. Ik moet morgen ook dan nog naar mijn moeke naartoe gaan. Dus naar mijn mama. Nee, dus van mijn papa. Haar mama, zijn mama. Zo is het. Ja, zo is het. Even spreken. Maar ik ga jullie nu al laten. Ik ga dan ook nog een kleine voorbereiding doen. Ik ga ook nog wat thuis nog opruimen. Wat er dus allemaal die chaos is ontstaan gisteren. Gisteravond. En ik ga jullie ook één ding zeggen. Ik hoorde het ook een klein beetje ook aan mijn stem. Het is redelijk laat geworden. Het was 12:45. 1 uur vooraleer dat ik in mijn bedje lag. Dus dan om 1:15, 2 ben ik echt kunnen vertrekken richting Dromeland. Dat is al een pittige dag. Maar ik vond het wel heel plezant. Zo om 12 uur is nachts, we waren ook Rummikub weer aan het spelen. Om 12 uur is nachts. Nog eentje? Nog eentje? Oké, dan nog eentje.
Ja, en zo een wedstrijdje, partij en een potje Rummikub bij ons kan toch rap een uur duren. En dat is leuk. Zo gaat ook uw tijd ook voorbij en al. En dan zit je ook niet de ganse tijd stil. Voilà. Ik heb dus ook in de keuken gestaan gisteren, dus ik was ook chef-kok. Het was leuk. Een vriendin van mij heeft ook gevraagd of ik moet ik u komen helpen. Geen idee. Nee, ze is voor mij niet komen helpen. Maar ja, ik was al wakker al om 7 uur dus morgens vroeg. En ik voel het nu hoor, al hoor dat ik zo ben. Dus zelfs nog thuis nog in een uur of 1, 2 nog even gaan liggen. Daar ben ik blij om. Dan mij straks even aan klaarmaken voor het feestje vanavond bij mijn ouders. Jammer genoeg zijn die wel op hun privacy wat gesteld. En hebben niet graag dat ik hun film. Dus bij deze weet je dat al. Dus ik ben nog niet bij mijn ouders. Dus voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks of zo terug bij het volgende fragment. Dus deze gaat nu nog wat op de baan letten. Thuis aankomen, mij even uitdoen, dutje doen. En dan mij klaarmaken om richting mijn ouders te gaan. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojojo. Thuis aangekomen. Ja, ja, ik ga nu weer al de sleutels proberen te nemen, de juiste, zonder dat ik mijn gsm laat vallen. Valesse, hallo kijkers. Joink. Nu zien jullie ook mijn gangers. Voilà, ik ga nu met de lift naar boven toe. Oh. En deze gaat even een kleine dodo doen om. Oh man, het was een korte nacht. 6 uurtjes maar geslapen is niet genoeg voor mij. Ik heb toch wel minimum 8 uurtjes nodig. Dus even wat slaap inhalen. En dan richting mijn ouders thuis gaan. Naar het verjaardagsfeestje wil ik zeggen. Naar de... Oh, je ziet wel hoe vermoeid dat ik ben vandaag. Kerstfeestje. En ja, jullie hebben het gehoord. Bea is terug bij mij. Ik kon haar niet missen. Voilà, ze kon mij niet missen. En ik ga nu ook zeggen, ook in de vlog, ook tegen jou, schatje. Ik kan het doen, ik heb het doorgenomen. Ah, ik wou zeggen, hoort dus, het is gesloten. Ik kom nu thuis, mensen. En wat denk je? Wat denk je, mensen? Denk je dat de vlog al in elkaar steekt? Nope. Nog 15 minuten. En die is al dus 3 uur 27 minuten bezig. Dus 3 uur en 3 kwartiers heeft hem dus nodig gehad voor de vlog van gisteren in elkaar te steken. Ja, ja, ja. Wat dan? Nu nog mijn jasje uitdoen. Mijn zakken leegmaken. Voilà, mijn zakken zijn leeg. Dan kan mijn jasje uit. Je hebt 2 papier mee te nemen voor de Ocean Way. Ja, dat ga ik straks wel binnen doen. Want het is toch sowieso zondag. Ja, mijn schatje zegt van ja, je zit het papier van de Ocean Way binnen te doen. Ik zeg ja. Ik wil je toch een steekje doen met mij. Ik weet het. Ah, dat ik het samen normaal gezien ging insteken samen met Bea. Maar ik ga er ook nog, is nog iets bij opschrijven voor de OCMW. Ik ga jullie even neerzetten. PS. P.S. Kan zijn dat ik ook al
heb gebeld. Voilà. En ze moeten oppassen met deze papier. Waarom? Kijk, je kunt die dus perfect mooi in twee plooien. Je ziet dat. Maar dan kun je de achterkant zo eraf pulken. Dus dat ga ik nu niet doen. En dan kun je dat ergens tegen plakken. Want dat is, aan de ene kant kun je dus schrijven en aan de andere kant kun je dat ergens tegen plakken. Dat is wel handig als je bijvoorbeeld notities of zo moet maken. Baf, tegen de muur, dat je dat zeker dan niet vergeet. En nu even rusten. En dan ga ik zien wat ik nog ga doen. Tot straks. Zo mensen, ik heb een goede tutje kunnen doen. Ik ga een kleine voorbereiding al doen voor de Q&A morgen. Ik ga die in een iets betere studio even, of hoe jullie dat ook kunnen noemen, maar ik het ook opnemen. Decoreren. Maar dat is allemaal voor morgen. Ik ga dat niks voor niks laten zien op beelden. Ook als ik zelfs straks van mijn ouders terug ben van een kerstfeest, ga ik proberen daar geen glimp op te laten vangen. Dus dat is nog een verrassing voor de vlog die zit aan te komen. Dus morgen. Dus ik ga nu de voorbereidingen doen. Dus ik zie jullie allemaal straks. Wel mensen, je ziet het misschien al zo wat op mijn gezicht. Ik kan het toch niet laten. Ik wil het toch aan jullie vertonen hoe ik de Q&A ga opnemen. Ik ga je één ding zeggen. Het gaat er wat geflikker zijn. Geflikker van blauw, rood, groen, gele lichtjes. Tadaam. Mijn decoratie voor kerst. En oud opnieuw. Wat geïmproviseerd. Wat lesjes opgehangen. Dus ik vind dat het nog goed gelukt is. Ik vind het echt nog heel goed gelukt. Zo, ik ben klaar om naar mijn ouders te gaan. GSM check. Die ga ik in mijn jas steken. Voilà. Dat mag hier blijven, een papiertje. Dan ga ik nog wat parfum op mij spuiten. Wat mijn lieve schatje heeft cadeau gedaan. Merci. Ik ben er echt heel, heel, heel content mee. Oh, lekker. Lekker geurtje. Voilà, ça. Dan even nog richting de oceaan. Ah nee, dat ga ik later doen. Als ik bij mijn auto's terug wegga. Ga ik nog even langs de oceaan weer. Dan moet ik daar nog iets in de brievenbus steken. En dan ben ik weer al helemaal rond. Hè. Voilà. Even mijn gsm terugnemen. Dan zeg ik daarop. Lichten uit. Voilà. Dan gaan de lichten uit. Dan gaan er 10 lampen uit. Mijn slaapkamerlicht gaat zo stilletjes af aan uit. Tot 20 seconden duurt dat voordat die volledig uit is. Voilà. Zo. Eens vertrekken naar mijn ouders. Ik hoop dat ik er wat deftig aan ben. Ook wat hieronderin. Het is wel winderig. Oh, winderig, winderig, winderig. Wie heeft dat ooit gedacht dat op kerstavond zo winderig ging zijn? Maar de meeste mensen zijn hier ook volledig uit de blok. Iedereen is familie toe. Ik hoor de brievenbussen zo waaien. Even jullie hier neerzetten. En dan maar vertrekken. Hopelijk lukt dat. Voilà, eindelijk in gang. Even kijken als er niemand komt. Jullie zeggen van, moet je je gordel niet aan doen? Jawel, ik doe mijn gordel wel aan. Als ik dus zit vanaf dat ik een paar metertjes begint te maken, doe ik altijd mijn gordel aan. En voordat ik aan de tweede bocht ben, heb ik mijn gordel al aan. Zo,
nu onderweg naar mijn ouders toe. Om daar lekker te eten, te drinken. Jammer genoeg kan ik daar geen wat beelden van maken. Misschien wel. We zullen zien. Mijn GoPro is toch opgeladen. Even iets wegleggen. Voilà. En dan heel rustig naar mijn ouders toe rijden. Ja, ja. Ik wens via deze weg, wens ik iedereen een prettige kerstfeest toe. En dat er ook heel veel cadeautjes mogen opengemaakt worden op deze kerstavond en kerstdag. Dus op de kerstdag komt mijn vlog online. Dus hopelijk mogen jullie dan ook nog wat cadeautjes openmaken. Dus geniet ervan. Geniet er ook van om samen te zijn met uw familie. Want je hebt maar één familie. Denk daar ook maar aan. En die moet je ook koesteren. Koesteren, koesteren, koesteren. En ik ben blij bij mijn ouders. Ik heb er maar zo één. En daar ben ik blij om. Wil ik ze ooit verliezen? Nee. Ik wil die echt zo lang mogelijk ook bij mij houden. Oké, er was nog veel auto's. Hier bij de Carrefour. Graag gedaan. Voilà. Ik kom telkens af aan bij mijn ouders. Ja, ik woon niet ver van mijn ouders, dat ziet je wel. Nu zeggen jullie, ja, maar waarom ben je dan niet te voet? Het is winderig. Het kan regenen. Dus nu is het nog even droog, maar het kan elk moment opnieuw regenen. En dat is hier nog altijd zo ontzettend raar hier bij Hakkenveld. Al die woningen hier weg als je zo oprijdt. Jarenlang zeg je dat zo gewoon dat er woningen hebben gestaan en die zijn dan weg. En wel mensen, geniet ervan. Geniet ervan van de mooie kerstmis. Dat is de enige mooiste tijd van het jaar. Wat je moet ook van genieten. Genieten onder elkaar te zijn, genieten bij uw vrienden te zijn, genieten bij uw familie te zijn en ja, gezellig dingen samen doen. Voilà, ik kom nu aan bij mijn ouders en dan gaan we eens kijken wat er allemaal op het programma staat. Ja, voilà. Even mee parkeren. Voilà. Ah ja, ik heb geen sleutel meer, ik moet aanbellen. Ai. Allee, zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zoals gezegd, heb ik gefilmd. Hier is de drone-batterij is aangekomen. Voilà, ik kan eindelijk terug drone vliegen. Yay! Gelukkig zijn dat ook 4K-beelden. Yay! En nu moet ik nog eens even kijken in mijn drone als daar ook een SD-kaartje in zit en al. We hebben dat nog gekregen, een airconditioning. Daarna ook nog een terug de sleutel van de voordeur hier. Ja, ik had die vorige afgebroken en ik heb nu eindelijk een nieuwe. Dus de droombatterij, airconditioning en een nieuwe sleutel. Oké, ik ben blij. Dan voor mijn mama een nieuwe bureaustoel. Dan een beeldje van een paard en een hond. Dan voor mijn papa slippers. En slippers en ik weet het niet. En schoenen, shoes. Schoenen. En dan ook een nieuwe batterij voor zijn werkgerief te kunnen laten bollen. Dus ja, ik heb zo altijd zo bijvoorbeeld zo die boommachinekjes en al. Dat daar batterijtjes bij horen en al die je dat zo kunt opklikken. Maar daar heeft mijn papa zo eentje van gekregen, ook nog. Ja, en dat was van mij uit. Alsjeblieft, papa. Dan moeten we nog het cadeautjes gaan uitdelen bij mijn moeke. Dat gebeurt vandaag niet meer. Maar morgen. Ik heb ook heerlijk gegeten. Met een hutsepot, zoals gewoonlijk.
Dankjewel, mijn mama, om toch nog een altijd die aparte maaltijd voor mij klaar te maken. Er waren, ik heb 10 kroketjes gegeten, 2 lange frikandelletjes, daarmee nog lekkere appelmoes en gele currysaus. Dus lekker die kroketjes goed geplet. Daar dan nog die appelmoes eronder en de gele currysaus en dan nog eens die frikandelletjes eronder. Oeh, dat was heerlijk. Dan daar nog een stukje ijsdronk. En dan, ja. Het was een paarsjesavond. En dus dan heb ik al die paarsjes wat ik juist heb opgenoemd. Dus ook gekregen en uitgedeeld. Ik ben moe nu. Ik ga zelfs al slapen. Maar morgen ga ik echt waar deze vlog nog in elkaar steken. Ik weet niet of jullie het goed zien, heel van achter zit. Heel van achter. Er zijn zo gekleurde bomen. Ik weet niet of ik het nog kan filmen. Ziet het, dat verkleurt continu. Dat is wel cool, cool gezien. Wauw. En het is nog groot hoor, mensen, kijk maar. Voilà, en nu is het groen. Ben ik aan het vertrekken. Voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug, dus ik ga hier vandaag de vlog mee beëindigen. Mensen, daar is precies. Ah ja, dan ook nog dit. Er is precies een miscommunicatie geweest. Dus tegelijk voor die livestreams. Ja, ik ga het dus de dag veranderen van donderdag naar zondag toe. Dat gaat sowieso veranderen, dus van donderdag naar zondag ga ik het verplaatsen. Maar dit jaar niet meer. Dus ook de volgende zondag en volgende week zal er misschien geen livestream zijn. Maar wel, zoals buitenuit, een livestream zal er wel eens van toepassing mogen komen. Dus klik op die belletje en dan blijf je dat horen wanneer er een nieuwe livestream is. Dus het gaat ook op een onregelmatige basis een livestream zijn volgende week. Of deze week waar nu ook iets aangebroken. Dan ook nog goed nieuws over de Q&A. Ik heb het ook de brainstormen ook nog bij mijn ouders, hoe we dat ook voor jullie ook nog content kunnen houden. Dat is dus dat ik maar een uurtje of twee blijf bij mijn oma. En dan ga ik richting mijn thuiswaarts toe en dan neem ik de Q&A op. Maar met de begeerde achtergronden. Ah, dat is weer al een. En de rest niemand meer. Die moet oversteken of zo. Maar ik ben wel heel blij met mijn drone-batterij. Kijk maar eens, hier is hem, hier is hem. De drone, de begeerde drone-batterij. Joepie. Oh, wacht hè. Nee, dat was die hier niet. Dat is die, ja. Ook de juiste knop gebruiken voor mijn dingen. Voilà, kijk, mijn achterruitenwisser heb ik nu ook afgezet. Voilà, ik ga jullie laten. Dus jullie zijn nu ook al op de hoogte gebracht hoe het rijden en zeilen het is van voor de komende week. Dus er kan dus onverwachts een livestream uit de bus gerold komen. Kan zomaar zijn. Ik wil ook in het nieuwe jaar, in 2024, ga ik ook sowieso een spetterend jaar van maken, ook met jullie erbij. Jullie denken nu van, hè, met ons erbij? Ja, met jullie erbij. Wat bedoel ik daar dan bij? Dat is gewoon dat ik ook de 1-op-1 gesprekken weer al ga lanceren.
Ik heb dat al eens gelanceerd. Niet echt dat goed onderhouden. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik heb dat eerlijk niet goed onderhouden. Maar dat gaat sowieso ook terugkomen. Op welke dag, dat weet ik nog niet. Want ik wil daar zo'n 1-op-1 gesprek wil ik wel doen. Of wel zo'n 1-op-2 gesprek wil ik wel doen. Zodat dat een soort podcast wordt. Ik wil jullie beter leren kennen. En jullie mogen mij ook dan beter leren kennen. Dat is altijd leuk. En mensen, ja, jullie hebben misschien wel door van, normaal gezien zit ik nu toch al online thuis. Ja, ik ben nog even naar mijn schatje aan het rijden, weer opnieuw. Geen nood. Dat is allemaal goed. Hoe en wat. Dan kan dan meer al zo een pipo hub naar voor mij rijden. En dan die dan nog wat trager rijdt, ja. Ik kan hem weer al voorbij steken. En dan is het hier maar 70. En het is een groen licht. En ik kan er niet aan geraken, hè, want ik reed nu al 70. Ik wil er naartoe spurten. Maar het mag niet. Het mag niet. Je moet je aan je limieten houden. En dan soms, hè, kom je dan juist zo op tijd aan. Wauw. Voilà. Dan via deze weg hoop ik dat het voor iedereen, elke kijker van mij, wens ik een zalige kerstmis toe, zalige kerstfeesten toe. Ik hoop dat het eten heeft gesmaakt en als jullie het tweede op jullie kerstdag, dus vandaag, ook opnieuw gaan eten en morgen opnieuw gaan eten. Wel, smakelijk eten allemaal en ik zie jullie allemaal, echt waar schatjes, terug morgen. Morgen sowieso, want ik ga ook een Q&A dan ook opnemen. En ja, voilà. Ik heb er wat jeuk aan mijn been. Ik weet niet hoe dat komt. Oh. En dan wil ik wil ook wel eens bijvoorbeeld, dat is een tool waar ik naartoe wil werken, ook nog met Psycho TV toe, hè. Dat is een tool. De doel is dat ik ook in 2024 twee keren een giveaway mag doen. Hoe of wat, dat blijft momenteel nog altijd in het midden. Ik kan nu nog altijd niks zeggen hoe ik het ga doen. Wat wel al in 2024 al vaststaat, sowieso voor mij en Bea. Ik ga opnieuw reclame maken. www.vom.be 16, 17 en 18 februari in de Oktoberhallen in Wiezen. Er kunnen in totaal 1000 deelnemers, hè, 1000 deelnemers aan meedoen. Dus schrijf u in! Schrijf u in! En betaal je plat! Want ik ben er ook aan mee. Dan kunnen jullie op de video met mij een shout-out doen naar mij toe. Noem maar op, een handtekening vragen. Dan maken we daar ook een toffe driedaagse van. Je kunt die ook altijd inschrijven onder de Fun Psycho TV. Nee, Psycho TV Fun Team. Zo is het. Kun je zich nog altijd inschrijven. Daar zijn nog altijd plaatsen beschikbaar in mijn team. Ik krijg er dan een e-mail van als er iemand vraagt voor in onze team te komen. En dan accepteer ik dat ook. Hoe groter dat onze community wordt, hoe beter. Ik wil er een hele mooie community, een LAN-party community van maken. En dat we ook naar LAN-parties kunnen gaan. Bijvoorbeeld naar Freakomatic, naar CU-LAN, naar X-LAN, naar 66-LAN, noem maar op. Ah, nee. Dan weten jullie dat. Nee, nog meer even.
draaien. Voilà. Dan zijn dat ik nu getoeterd krijg dat ik hier aan het draaien ben. Nee, toch niet. Oké. Gebeurt maar zelden. Voilà. Ik ben nu aangekomen bij mijn schattige. Ik ga nog iets leuks even groot doen, iets kleinigheidsleuks. En dan terug richting mijn thuis en dan slapen, want ik ben echt stiekem kapot. Ik ben moe. Echt waar, ben moe. Dus nu moet ik nog even haar een briefje sturen. Oh, ik haat dat gewoon. Dat ze dan niet zo, ik bedoel wat ik dan haat is dat ze niet zo buitenal op mij aan het wachten is. Ik ben er, schatje. Voilà, xxxxx. En als dat verkeerd overkomt, sorry. Ik geef het nu al toe, hè. Sorry als dat verkeerd is overgekomen. Even mijn gsm terug wat ophangen. Ik ben stik kapot. Ik ben moe. Ik ga zelfs ook slapen. Oh. Want gisteren was het echt laat geworden en ik wou vandaag niet meer zo laat maken. Echt niet. Want dat kan ik echt niet volhouden. Continu, echt zoals ik gisteren, was het 1 uur s'nachts dat ik erin lag. Dat was echt redelijk laat. En dat wil ik echt geen tweede keer meemaken. Maar ik ben nog altijd, hè, nog altijd mijn schatje dankbaar ervoor. Voor die heerlijke parfum. Heb ik hem bij? Nee, ik heb hem niet bij. Doe me toch. Ik heb hem niet bij. Die ligt bij mij thuis nog. En ik denk dat jullie ook nog mijn schatje kunnen verwelkomen. Valessa. Aangezien aan het opnemen. Ja. Ja, ik wou gewoon eigenlijk afspreken omdat ik weet dat je het bang was dat het vandaag verkeerd ging lopen of zo. Maar verkeerd ging lopen? Ah, ja, bij mijn mama. Ja. Ja, daar is niks verkeerd gelopen. Voilà, dan weet je dat ook al. Ja, want ik was er bang voor omdat je daar vaak moeilijk mee had. En ik wou gewoon zijn, zeg maar. Oké. Ja, ik ga hier nu ook voor mij ook nu de vlog hiermee beëindigen. Ik hoop dat jullie er echt van hebben genoten van deze iets langere vlog van de voorbije dagen, want het was altijd maar rond de 10 minuten of een kwartier vlog. En deze vlog is toch wel redelijk wat langer geworden. Ik heb ook al een kleine preview ook al laten zien van wat ik heb gebouwd met mijn kerstverlichtingskist naar jullie toe. Dus ik hoop dat jullie daar ook hebben van genoten. Dus ik zal zeggen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet die om nog niet te abonneren en op het belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer een video of een livestream of wat dan ook online komt. Ja, een postje in de community. Voilà, dat is waar. Ik heb daar 100% gelijk in, mijn schatje. Zeg kijkers, tot morgen. Joe.